Het ministerie van Defensie heeft in het kader van de 8 augustus wet aangenomen de uitvoering chemische wapenverdrag van morgen de Suriname Non-Proliferatieautoriteit, SNA, gelanceerd. Met de lancering van de autoriteit wordt er invulling gegeven aan het uitvoeren van deze wet. Volgens Mitchell Labadie, aankomend directeur SNA, zal de organisatie zich specifiek inzetten voor het ontwikkelen van het beleid, het uitvoeren van controles en het bevorderen van het bewustzijn over de risico's van proliferatie, oftewel het snelle vermenigvuldigen van cellen. Daarnaast zal de SNA ook toezicht houden op het verantwoord gebruik en opslag van explosieven en andere gevaarlijke stoffen in Suriname. We zullen samenwerken met internationale partners en organisaties om ervoor te zorgen dat Suriname een veilige plek blijft voor alle inwoners. Veiligheid is immers een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, terwijl ontwikkeling leidt tot meer stabiliteit. Non-proliferatie is een essentieel aspect in de wereldwijde strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens. De uitdagingen waar we voor staan op dit gebied zijn complex en vereisen samenwerking op alle niveaus. Het is een verantwoordelijkheid die we serieus nemen. Het is dus essentieel dat we onze inspanningen bundelen om te zorgen voor een veiligere wereld voor de toekomstige generaties. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie geeft aan dat er in de afgelopen decennia internationaal behoorlijk stappen zijn gezet in de richting van non-proliferatie. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi zijn landen regionaal en internationaal afhankelijk van elkaar om zaken gedaan te krijgen. Maar het werk is verre van voltooid. Nieuwe technologieën en veranderende geopolitieke omstandigheden creëren uitdagingen die ons dwingen waakzaam te blijven. Suriname heeft het verdrag met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens op 28 april 1997 getekend. Het doel van het verdrag is het uitbannen van de dreiging die uitgaat van chemische wapens. En als in deze afhankelijkheidsrelatie in de wereld op verschillende gebieden er zwakten gaan ontstaan, loopholes gaan ontstaan, dan zal dat het heel systeem afzwakken. Het is dezelfde ketenbenadering waar alles verbonden is met schakels. En één zwakke schakel kan zorg dragen dat die hele keten kapot gaat. En zo moet je ook de rol van Suriname zien. Wij willen geen zwakke schakel zijn in een internationale gemeenschap. Het staatshoofd wenste de organisatie veel succes toe en drukte ze op het hart ervoor te waken dat Suriname een veilige zone blijft als het gaat om deze chemische stoffen en wapens.